awry. The day I was born was the day the world collapsed. Those that survived had to make new lives underground. Up above, there was nothing but ash, and cold, and death. People thought it would last forever, but without us up there, life returned. I was 6 years old the first time I saw the sun. Mom and Dad were heartbroken by what they saw. The world they'd known gone forever. But not me. I'd never seen anything so perfect. We weren't the only ones who'd survived, and slowly but surely, our little community grew. It wasn't always easy, but for a time, there was peace and prosperity. A new home, a new life, a new normal. But like all things in this world, it was too good to last. The highwaymen came from the east, led by a pair of sisters, twins. Said they'd heard about our little paradise. Said they wanted it for themselves. We never stood a chance. They took everything from us, our food, our homes, our people. We needed a miracle, and that's when we heard the name Thomas Rush. He and his captain had been up and down the West Coast helping folks like us rebuild, and they were on a train headed right through Hope County. Mom sent me to find them, convinced them to help us take our home back. They were our last hope, our salvation. But it all went horribly wrong. Wat gebeurt er allemaal, joh? Explosies alles, ja, joh. Als je Ubisoft presenteert, bedoel je? Ja. Ja, dat is helemaal. Er zat een trein in de fik. Ah, het filmpje begint al goed, toch? Ja, ja. Best wel. Captain, you're alive! Jesus! They're heading this way! Get up, Captain! Come on, get up! What's the fucking highwaymen? They're gonna kill us! Get up, Captain, get up! Jesus, Barnes, keep screaming like that, you're gonna bring them all down on us. Rush, you're alive! Help me! No, we have no time, we gotta go! Barnes, we are not leaving the captain behind. They're coming fast. We need to stick together. Understood? Cap, your time to shine. We need to get armed, we need to get our people, and we need you to find a way out of here. I know, yeah, easier said than done. One step at a time, Barnes. You lead, we'll follow. Ja, ik mag weer voorop. How's it going? Oh my god. I thought it was dead. You need to find the armory wagon. You're up. Save as many people as you can. Hier heb ik een mesje alleen. Ben jij ook nog teruggelopen of niet? Teruggelopen? Ja, weer naar achteren. Voordat je kon lopen.
Nog allemaal spulletjes. This way, Barnes. Stick with the captain. We should cut our losses and run. We'll be fine. More to be safe. Waar, in die kamer? Ja, oh, explosie. Ja, in die kamer. En je hebt jouw kistje volgens mij. Ik kon iets buiten maken. Ik heb een mesh en hem voor een pistool, Luke. Hebben ze een pistool? Eentje een pistool, zeg. Ze laten ons voorop lopen. Een mesje. Moet je LTE ingedrukt houden om te rennen? Ja, ja, nee, weet ik niet. Nee, één keer drukken hoor. Dubbelklik. Oh. Er wordt al geschoten, joh. Help jij die mensen ook om bij te brengen? Ja, net heb ik wel eentje gedaan, maar... Oh, daar is iemand, joh. This is what you get for fucking with the highwaymen. You should never come here. What the fuck is happening around here? What? Mes in zijn nek. Ah, ik heb niet. Oh, ik heb ook een wapen. Leg kogels. Ja, er liggen kogels daar, hè, bij die trein, hè. Ja, ik kan ze ook niet pakken. Oh, het is vol ook bij mij. Oh, ik heb een pistool gepakt. Oh. Verder door. Help me. Oh, hier op de grond. Ja, ik heb er een. Lekker. Ik ga even reloaden, want mijn wapen is reloaden. Ik heb een pijp met bout. Ben je al aan het schieten of niet? Nee. Nee, ik knijf ze allemaal nog hoor. Ja, ik ga wel schieten. Oh ja, die heb ik ook nu, die pijp. Op welke? Ik weet ook niet op welke moet schieten. Gewoon rechts op twee. Ja, maar op wie? Oh joh. Ik denk die met... Ja, ik denk die mannetjes daar gewoon. Headshot. Oh, nu zit ik meer in het gevecht nu. Oh, het schieten is wel knap lastig, hè? Maar als je alles mis kan spelen. Ik rij gewoon lekker door. Ja, ik schiet ook op mensen. Ik weet niet of ik alweer moet schieten, joh. Ja, dat heb ik ook. Dus ik rij gewoon leef niet door. Ik ben niet volgend. Ik ga gewoon rennen, joh. We need to get out of here. Oh, wat is dit voor wapen, joh? The twins are on their way.
Ik ben gewoon aan het rennen hoor. Ik ben daar. Yo. Ik ben bijna bij de rivier. Oh, ik krijg nu een filmpje. Watch out, Bart! Christmas, everybody. Santa delivered a whole damn train full of presents. What do we have here? Rabbits. Ooh. I gotta ask you rabbits a question. The fuck you think was gonna happen? Riding in on a giant hunk of iron, just clouds of black smoke. You think we wouldn't notice? What do you want, Barnes? We wanna know. If your problem solvers, a problem makers. What? Our pops always told us that people either solve problems or make problems. The world's got too many fucking problems. And we're looking for people to help solve problems. Our problems. If you're a problem solver, we got you covered. Food, clothes, guns. Anything you need. Even health insurance. But if you make problems, well, Pops taught us what to do with problem makers. Problem makers need to be solved. Mm-hmm. Old man solved a shit ton of problems in his day. Yeah. Hell yeah. So, rabbits. Are you all problem solvers or problem makers? We solve problems. We've been solving problems all over this Barnes. Country. We can give you fresh water, build shelters. We can get you anything you need. Barnes, shut up. You can build all that? Well, I'm not me. But Rush here. Well, then you are gonna be our number one problem solver. Go fuck yourself. Huh. Okay. You done? Let's try this again. You gonna help solve problems for us, Mr. Rush? Okay. Save yourself! Kom zo het water in, joh. Hey, hey, wake up, wake up. I recognize you from the train. You're captain of security, right? I'm Carmina. Oh my god, I saw you hit the water and I was able to pull you out before you drowned, but... near as I can tell, I think we're the only ones who got away.
Come on. Oh. Okay. We have to be careful. The twins, they took off with Rush, but a lot of the highwaymen, they stuck around. Okay, we have to get back to Hope County. My mom, she'll know what to do. Come on. Hello, mister. Come on, we just need to follow the river to get to Hope County. I can't believe what happened. They must have seen the train coming. I should have known better. Those fucking twins, Mickey and Lou. The first time I saw them was when they came to our house. Oh, wat zijn dit voor beesten, joh? Naakte molratten. And we could either leave willingly or they burn it down with us inside. Ik zal die vrouw. Ah, helemaal dood. My dad tried to fight. So they took him. Then they took the house. My mom and I were forced to start over. Die slagen hem bonk blauw. Hoezo? We weren't their only victim. Zo! Stop! Don't do that again! Hé, hey, kom vechten dan, joh. Yeah! Enough of that! Zou ze ook dood kennen, of niet? Blijf maar slaan, dat gaan we niet op. Je zit wel elke keer een tweetje of zo, weet je, als je. Yeah, that's not funny. Oh, vier. Wordt wel helemaal gek, hè? Dat is volg me wel. Wat je dan? Volg je me. Maar gekke elanden hier of zo, wat zijn het voor beesten, joh? Oh, daar is het. Ja, gewoon een trap geven, maar ze zijn te snel hier. Jongens. Tasje open, man. Wow, dit vrouw is zo tering dom, man. Ik sla iets kapot. I heard something. Ja, dat is niet zo slim, nee. Komt ze nog? Waar is ze eigenlijk? Oh, hier. Kom mee. Hij wordt dan de ene aan de bruik. Oh, eentje staat stil hier. Ik kan hem gewoon een paar trappen geven, joh. Doen. Hoppa, en doodgemaakt. Ook gewoon echt blij dat ik een hert heb doodgemaakt. Is je trots op zo? Een hele snee in zijn buik, terwijl ik helemaal geen mes niks heb, joh. Wat heb je godsnaam niet waar ik heen moet lopen? Je moet langs het water lopen. There's a tunnel up there that leads to the county. Ja, kan ook. Ik krijg alleen natte voeten. Ik heb wel roze dingen. En dan roze. Ja, de wand. Hij hangt hier rond in de auto. Ja, ben ik nu ook. Sla tegen zijn kop aan, bam, hier. Ja, ik gaf hem ook even een trap. Kijk of hij wel echt dood is. Als je E3 indrukt, ga je trappen. Moet kijken hoe lenig je bent. Zo. Ja, die komt hoog, hè? Wat plantjes plukken op onderweg. Nog meer eten. Kapot maken. Oh, wat is dit voor beesten? Wat zijn dit voor beesten? Oké, ik ben nu ergens binnen. Ik ook. Ik moet naar een workbench. Ja, ik pak nog even een paar onderdelen, een paar tapejes. Ik ook. Ergens bovenop. Kistje. Altijd even alles een beetje meenemen. Nog een paar plantjes. Ik sta in de weg, of ik sla je als je in de weg staat. Hop, oh, die is helemaal vol. What the fuck? Oké, openen. You can use benches like this to build makeshift weapons and refill ammo. Een wapentje maken? Yeah, we need more resources. Oh. We're gonna have to poke around and scare some up. Ik heb meer spulletjes nodig.
Je moet echt heel veel spulletjes vinden. Ik ben toch aan het graaien, jongen, niet normaal. Ja, die gierige vingertjes ook niet, hè? Nou, dat dan weer net niet. Oh. Go ahead and break the lock. Nou ja, bio-doosje had fijn, weet je niet. Gaan we nog pakken, of niet? Ik moet nog maar één onderdeeltje. Dan ben je jouw bio-doosje aan het pakken. Oh, daar. Of niet, of is het tape? Tape. Even buiten kijken. Oh ja. That should do it. Let's haul this stuff back to the workbench. Heb ik genoeg? Even naar de workbench. Weapons. Ik kan een zaagwerper, VO maken. Ja, die heb ik ook. Maak hem met materialen. Heb ik een kanaal gemaakt? Ik heb hem, ja. Ja. Waar is die dan? Wow, schoot gewoon. Tering. Heb ik hem nog niet gemaakt ofzo? Toch de Edan die schiet. Oh, moet ik nog even erin knallen natuurlijk. Zo, kijk zo'n ding joh. Holy shit, is that some kind of saw launcher? That's amazing. Oh, breek even mijn enkel. Now we're ready to attack the bridge. Oh, ik kan door. Ja, ik sprong veel zo naar beneden joh. Het houdt het spel weer een beetje spannend, weet je wel. Ja. Ik heb het ding wel geschoten. Wat krijg ik daarvan? Hij is van... Zo! Die zaag, jongen. Die is echt gek, joh. Zijn die twee mannetjes? Of twee vrouwtjes, ik weet het eigenlijk niet. Oh, ze gaan allebei tegelijk dood? Ja, allebei gewoon. Had ik ook, ja. Hij slaapt het wel. Nu al. Zijn nu al overpowered. Ik ga stoppen. Ja. En dan net aanpakken. We zijn nu in Holland Valley zijn we nu. Pak je wel die zaagwerm, dit show. Zeg je allemaal? Leg ook op de grond, leg al die zaagbep. Ja. Als ik het tegenkom, pak ik het wel op, ja. Oh, daar is een heel veel mannetjes, joh. Hij kan er niet zo heel ver weg, volgens mij, hè. Oh, wordt geshot op mij. Oh, er wordt heel veel geshot op mij. Oh, zo'n drie te maken gelijk dood. Ja, we even een pilletje innemen, want ik ben bijna neer, joh. Ja, maar die zaag, die vliegen alle kanten op, hè. Nou, wel lekker, hoor. Hij ket zeg maar tegen muren en zo aan. Ja. Oh, die vrouw waar ik mee was, die ligt hier nog, joh. Moet ik haar weer helemaal bij gaan brengen. Het duurt ook super lang, joh. En zij heeft nog gewoon een normale gun. Zo, ik heb iets al laten ontploffen, jongen.
even buik maken ondertussen. Hoppa. Oh, die schoot ik... Oh. Ik wou net zeggen, die schoot ik mis. Toen kwam die gewoon weer terug, joh. En hoeveel mannetjes gaan er nog komen, joh? Een hond, joh. Gekke hond. Zit je ook nog zwaar in gevecht, of niet? Ja. Ik heb er nog maar 8 zaagjes. 8? Oh nee, ik heb wel meer. Ik heb nog 12. Oh, nu komt ook in één keer een hond, hoor ik. Oh, maar die helpt ons. Of niet? Oh, die hond die helpt, joh. Helpt hij gewoon? Ja, hij is die man aan het aanvallen, maar ja. Ik weet niet of hij de hele tijd ons blijft helpen. Niet dat hij ons ook in één keer aanvalt, zo. Ja, oh nee. Oh, jawel. Oh, hij was er toch al dood, joh. Een wolf. In met shotgun. Oh ja, ik zie hem ook. Dan geen wapens pakken. Nee, maar dan gooi je die zaag op de grond. Dan heb ik ook een ander wapen. Waar zijn ze weg? Want ik hoor er geen... Ja, ik hoor ook niks meer. Maar die zaag is wel lekker, hoor. Die gebruik ik nog wel even. Zoveel munitie voor mij, jongen. Ik kan gewoon lichaam verplaatsen. Ja, ik weet het. Ja, soms moet je dat wel doen, hè. Want als je bijvoorbeeld een missie aan het doen bent en je bent aan het lopen. Sneaky, weet je wel. Oké, okay, ik ga die tunnel in, ja. Ik iedereen loot, hoor. Ja, je krijgt wel kopen van die mensen. En dan? Ik wil dat een beetje gewoon net zeggen, voor, verder maar... is alles vol, munitie alles. Ja, maar... Oh, ik heb wel een handpistool nu erbij. Nou, daar mag ik dus niet in. Moet ik echt omlopen. Ik ga die tunnel ook in. Ja, ik ga nu nog niet tunnel. Maar ik heb geen handpistool. Oh, die had ik hier ergens voorin. Lag bij iemand. Ik had een handpistool. En die moet ik ook hebben. Lag die in een gozer gewoon. Dat weet ik al wel. Ja, ja. Ik sleepte iemand en toen... Oh, ik ga een deur door en in één keer ben ik een paar uur verder. Ik doe natuurlijk lang om zo'n deur open te maken. Pakken. Oh, sorry, ik kan gewoon switchen. Ja. Hope Country. Home. Kijk wel even in mijn best natuurlijk, voor de zekerheid. I hope mom is okay. Ik hoop het ook voor je. De betekenis van prosperity. Prosperity. Okay. Je ook al die tunnel ingegaan, of niet? Ja, ik ben nu een filmpje. Oh, Carmina! Oh, thank God! I was so worried. Mom. Kids, go back inside. I'll be right there. What's wrong? There is a whole train full of people to help us.
The Highwaymen? The twins? They took Rush? Everyone else was killed. Oh my god. It was terrible. I'm so sorry. I'm so sorry. I never should have gone out there, Mom. Oh, honey. What are we gonna do now? I don't know. I mean, no one's coming to help us. We're on our own. It's just us. Shh. Let's get you both inside. You can tell me the whole story. Thank you for bringing her home. Ja, graag gedaan. Zo ben ik. You know how to handle a gun. You know your way around this valley better than anybody. So? Sitting around moping isn't doing any good. Look, Rush was supposed to help us build someplace safe. Now, it's up to us. There are brave people here scattered around. We just have to find them. Bring everyone together. Show them we can stand up to the Highwaymen. Mom, it's not gonna be easy. I know. But it's our only choice. My ass off here, but it feels worth it. En die moeder is echt raar, joh. Eerst bedankt ze ons dat we haar hebben geholpen, hebben gered. Nou stuurt ze ons gewoon op missie, joh. Ja. Carmina's going to have a future. We've got to build up prosperity. Opa. I keep trying to tell people to drink their own piss. It's the only sane way to stay hydrated these days. Honestly, didn't think Carmina would come back, let alone with help. Hey, Mr. Policeman, I know I'm in trouble.